ArcelorMittal Belgium maakt deel uit van de ArcelorMittal Groep, het meest toonaangevende staal- en mijnbouwbedrijf ter wereld. Onze Belgische cluster, met productievestigingen in Gent, Luik, Geel en Genk, beschikt over alle nodige productieinstallaties om grondstoffen op een duurzame manier om te zetten in staalproducten met een hoge toegevoegde waarde. Auto's, designwoningen, windturbines, zonnepanelen. Overal waar je kijkt, vind je staal van ArcelorMittal Belgium. Jaarlijks verzenden we 5 tot 6 miljoen ton vlakstaal, waarbij we onze bestaande staalproducten voortdurend verbeteren en nieuwe staalsoorten ontwikkelen. We willen uitgroeien tot het duurzame staalbedrijf van de toekomst, met een focus op energie en milieu, HR en digitalisatie, innovatie en klantgerichtheid. We hebben de ambitie om te pionieren met staal dat op een groene, duurzame manier wordt geproduceerd. Binnen ArcelorMittal Belgium zijn we bijzonder goed geplaatst om die ambitie te realiseren, aangezien onze site volledig geïntegreerd is met een optimale materiaalstroom en logistiek. Naast ons bijzonder efficiënte productieproces werken we hard aan het verduurzamen van onze infrastructuur. We hebben het grootste zonnedak van België. De 100.000 vierkante meter zonnepanelen leveren samen met onze windturbines meer dan 50 megawatt aan hernieuwbare energie op. De duurzame energie die wordt opgewekt, wordt volledig intern gebruikt om onze productie te voeden. Wij produceren staal van A tot Z, van kolen en ertsen tot afgewerkte staalproducten. Via het kanaal Gent-Terneuzen en de Westerschelde hebben we een directe toegang tot de Noordzee. Deze maritieme locatie maakt ons toegankelijk voor grote zeeschepen, voor de aanvoer van grondstoffen en de verzending van afgewerkte producten. De productie van staal begint met ijzererts en kolen. Bij aankomst in onze site worden de grondstoffen zorgvuldig opgeslagen en via transportbanden naar de fijnbedding gebracht. Omdat steenkool niet geschikt is voor direct gebruik in de hoogoven, moeten de kolen eerst worden omgezet tot kokes in de koksfabriek. IJzererts kan enkel in de hoogoven worden ingezet nadat het omgevormd is tot sinter. Sinter wordt geproduceerd door het uitspreiden van een mengsel van fijne ertsen, toeslagstoffen en ijzerhoudende recuperatieproducten op een langzaam bewegende sinterketting. Dit mengsel wordt gebakken met behulp van kooksgruis en antraciet als brandstof. Er ontstaat een poreuze substantie die de ideale grondstof is voor de hoogoven. We brengen de sinter en de kooks naar de top van de hoogoven. Onderaan de hoogoven wordt hete lucht geïnjecteerd. De hete lucht zet een chemisch proces in gang dat de kooks en de poederkool omzet in een reductiegas, dat de zuurstof uit het ijzererts verwijdert. Tegelijkertijd wordt er warmte opgewekt die nodig is voor het smelten van het erts. Op de bodem van de hoogoven wordt het vloeibare en koolstofrijke ruw ijzer uitgegoten in torpedowagens. De in de hoogoven geproduceerde slakken worden tot hoogovenzand gegranuleerd en naar de cementindustrie getransporteerd voor de productie van metallurgische cement. Het hoogovengas dat ontstaat tijdens het proces wordt gedeeltelijk omgezet in elektriciteit in de nabijgelegen elektriciteitscentrale van Engie Electrabel. Aangezien het hoogovengas CO en CO2 bevat, kunnen we de CO en CO2 na scheiding in de carbon-to-value pilootinstallatie omzetten in waardevolle producten. Met onze nieuwe, baanbrekende stilanol-installatie zetten we CO om in bioethanol, een alternatief voor fossiele brandstoffen, of in een grondstof voor plastic. Staal is 100% recycleerbaar, zonder kwaliteitsverlies. Ongeveer 20% van de grondstoffen die nodig zijn voor de productie van nieuw staal worden vervangen door gerecycleerd schroot. Dankzij het efficiënte gebruik van schroot is onze CO2-voetafdruk een van de kleinste ter wereld. Op jaarbasis smelten we ongeveer 1 miljoen ton staalschroot in de converter van de staalfabriek. Het vloeibare ruw ijzer dat in de hoogoven wordt geproduceerd, is nu klaar om in de staalfabriek te worden omgezet in vloeibaar staal. Eerst laden we schroot in de converter.
Vervolgens wordt het vloeibare ruw ijzer aan de gekantelde convector toegevoegd. Met zuivere zuurstof verbranden we de koolstof en onzuiverheden die in het metaalbad aanwezig zijn. Vanaf dit moment spreken we over staal. In de continugieterij wordt een pan met vloeibaar staal naar de draaitoren gebracht. De draaitoren draait 180 graden om de staalpan in gietpositie te brengen. Het staal vloeit in een verdeler en vervolgens in twee watergekoelde gietvormen. Na het verlaten van de gietvorm wordt het vloeibare staal ondersteund door en geleid tussen een reeks rollen, gegroepeerd in segmenten. Tussen de rollen worden grote hoeveelheden koelwater op het vloeibare staal gespoten om het staal te laten stollen tot een plak. Na het stollen worden de staalplakken die de gietmachine verlaten op lengte en breedte gesneden. Elke plak wordt gemarkeerd en naar het plakkenpark getransporteerd voor verdere verwerking. Daarvoor maken we gebruik van plakkentransportwagens, die op termijn volledig geautomatiseerd zullen werken. Vervolgens worden de staalplakken naar de warmwalserij getransporteerd, waar ze in dikte worden gereduceerd en tot dunne platen worden gewalst. Eerst worden de plakken in onze energiezuinige ovens opgewarmd tot een temperatuur van ongeveer 1200 graden Celsius. In twee voorwalstuigen en een eindwalsgroep wordt de dikte van de plak verminderd van 22 cm naar een dikte die varieert tussen de 13 en de 1,25 mm. De eindwalsgroep bestaat uit zeer krachtige walstuigen om de hardere, fortiform, ultrahoge sterktestalen te kunnen verwerken. Auto-onderdelen gemaakt met dit duurzame en innovatieve staal zijn 10 tot 20% lichter, zuiniger en dus beter voor het milieu. De staalplak is nu een staalplaat geworden. De dikte, de breedte, het profiel, de vlakheid en de temperatuur van de plaat worden gemeten zodra deze de eindwalsgroep verlaat. In een volgende fase wordt de plaat gekoeld door een waterstroom op lage druk. De lengte van de staalplaat neemt toe van 10 meter tot enkele honderden meters voordat het een van de drie opwikkelhaspels op de gewenste temperatuur bereikt. De meeste rollen gaan nu verder naar de koudwalserij. Eerst moet de oxidelaag worden verwijderd die tijdens het warmwalsen is ontstaan. De plaat wordt daartoe behandeld met een warme zoutzuuroplossing. Dit proces wordt bijtsen genoemd. In de tandemwalserijen wordt de dikte van de staalplaat met 80% verminderd. De einddiktes schommelen tussen 0,2 en 3,85 mm. Koudwalsen maakt de staalplaat hard en daardoor ongeschikt voor verdere verwerking. Om de vervormbaarheid van de staalplaat te garanderen, moet deze een thermische behandeling ondergaan in de gloeierijen. Om het staal te beschermen tegen corrosie, brengen we een dunne zinklaag aan. Dit kan gebeuren in onze dompelverzinkingslijnen, waar de staalplaat door een zinkbad wordt getrokken. In de inspectielijnen wordt een extra inspectie van de oppervlakkwaliteit van de staalplaat uitgevoerd. In onze jet vapor deposition lijn bekleden we de staalplaten in een vacuümkamer door met hoge snelheid zink op het staal te verstuiven. Deze nieuwe lijn maakt gebruik van een baanbrekende technologie om onze fortiform ultrahoge sterktestalen te verzinken. Deze staalsoorten stellen onze automobielklanten in staat om de CO2-uitstoot van auto's te verminderen. In onze elektrolytische verzinkingslijnen wordt de zinklaag aangebracht via een elektrolytisch depositieproces. Het verzinkte staal wordt geproduceerd voor de bouw, de witgoedsector, de verpakkingsindustrie en de automobielindustrie. Het staal kan ook naar onze organische bekledingslijnen worden getransporteerd voor verdere verwerking. In de organische bekledingslijn brengen we een verflaag aan op de staalplaat. Geverfde staalplaten worden bijvoorbeeld gebruikt in auto's en in huishoudapparaten. Na het verpakken wordt ongeveer een derde van onze staalproducten per schip naar de klanten verzonden, een derde per trein en een derde verlaat ons bedrijf per vrachtwagen. Wij willen uitgroeien tot dé voorkeursleverancier van onze klanten op het vlak van service, kwaliteit en duurzaamheid. Dankzij de nieuwe All-Weather Terminal in de Gentse haven kunnen we 24/7 hoogwaardig staal laden,
onafhankelijk van de weersomstandigheden. De All-Weather Terminal is ook een investering in duurzaamheid, omdat de grotere verzendcapaciteit per schip tot 25.000 vrachtwagens per jaar bespaart. Specifiek voor de automobielindustrie beschikken we ook over een lijn voor de productie van lijzig gelaste vormstukken. Die bestaan uit aan elkaar gelaste veelhoekige platen. Met deze vormstukken kunnen autofabrikanten in één enkele productiestap een koetswerkonderdeel vervaardigen. Autokoetswerken die bestaan uit lijzig gelaste vormstukken zijn 25% lichter dan traditionele autokoetswerken en zorgen voor dezelfde veiligheidsprestaties en hetzelfde rijcomfort. Bij ArcelorMittal Belgium werken meer dan 5000 hooggekwalificeerde medewerkers om het duurzame staal van morgen te produceren. Duurzaamheid, digitalisering, innovatie en klantgerichtheid staan centraal in ons bedrijf.